allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Dit is wel even een andere vlog als normaal, want Zino gaat hem van mij overnemen. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer meekijken. Mijn naam is Zino, de stagiaire van Boswachter 1. In mijn vorige video had ik mij voorgesteld aan jullie en was er voor jullie uiteraard de mogelijkheid om mij een vraag te stellen. Nou, een aantal van deze vragen zal ik in deze video beantwoorden, dus blijf kijken. Zeker, ik volg de opleiding Eco & Wildlife op de Helicon MBO in Velp. Het is een hele avontuurlijke en brede opleiding. Je leert onder andere over de relatie tussen mens en natuur, maar ook bijvoorbeeld soortenkennis en zee- en kustmanagement, dierenmanagement en ecologie uiteraard. Zeker, dat heeft er altijd al in gezeten. Vanaf jongs af aan heeft mijn opa me altijd meegenomen naar het bos. En vanaf die tijd is het eigenlijk een beetje gaan groeien. Doordat ik erachter kwam van wat is nou een boswachter. En ik heb altijd ook geroepen van nou, ik wil dus boswachter worden. Maar ik ben er nooit achter gekomen dat er verschillende soorten boswachters zijn. Nou, en van die verschillende soorten boswachters, daar viel boswachterpubliek toch wel meer in mijn straatje. Boswachterpubliek is vooral bezig met, dus met het publiek, communicatie ervan, recreatie en waaronder ook excursies geven. Maar ook afhandelen van klachten op het kantoor, dus het zijn er waarschijnlijk ook kantoorwerkzaamheden die je moet verrichten. Binnen Staatsbosbeheer hebben we drie verschillende boswachters, waarvan de ene die ik al net heb opgenoemd, boswachter publiek. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de boswachter ecologie, die houdt zich bezig met de planten en de dieren, dus de natuur. Dan heb je ook nog de boswachter beheer, die houdt zich bezig met onderhoudswerkzaamheden en ja, eigenlijk gewoon het beheer van de bomen en planten. Inmiddels heb ik al drie keer een stage mogen afronden bij Staatsbosbeheer. Dus dat zegt al enigszins wat. Nee, ik vind het een hartstikke leuk bedrijf dat zich inzet voor het beschermen, benutten en behouden van de natuur. En ja, het past gewoon makkelijk, past gewoon in mijn straatje. Ik zou het wel hartstikke leuk vinden om een keer te kijken bij bijvoorbeeld natuurmonumenten of andere landschapsorganisaties, natuurorganisaties. Maar op dit moment ligt mijn hart toch echt wel bij Staatsbosbeheer. Dat is een hele goede vraag. Nee, ik ben, op dit moment heb ik een leuke opdracht gekregen als stageopdracht. Ik ga nog niet verklappen wat voor opdracht, maar het heeft in ieder geval te maken als een leuke buitenactiviteit. Binnenkort ga ik een onderzoeksopdracht maken in het bos, ergens hier in Almere. Dus onderzoeken bijvoorbeeld planten, dieren, hoe ze groeien, hoe ze leven. Nou, stagiair begin ik net zoals alle andere boswachters om 7:30. Dan vertellen we hoe we de dag ervoor hebben beleefd, wat voor leuke dingen allemaal hebben gedaan. Daarna mag ik het eigenlijk een klein beetje zelf indelen. Wil ik 's ochtends naar buiten om onderzoek te doen of voor mijn opdracht dingen te vinden. Of zeg ik van ik blijf op het kantoor en ga aan de gang met het uitwerken van mijn opdracht. Of met mijn stageverslag. Dat mag ik eigenlijk zelf uitvinden. Het meest spectaculairste. Nou, dat is niet in het bos geweest. Dat is gewoon bij mij voor de deur. Het was middernacht ongeveer. Ik was bezig met mijn hond uit te laten. En ineens hoorde ik een geklap op het water. Dus ik dacht, nou, ik zal even kijken wat het is. Dacht ik dat het een eend was, maar het was geen eend, het was een bever. Gewoon zo bij mij voor de deur. Best wel apart, want ik woon dus in een stad. Dus ja, dus laat toch wel zien dat de natuur dicht bij huis is. Nee, het is niet het meest bijzondere dier dat ik ooit ben tegengekomen. Dat is namelijk de gladde slang tijdens een excursie op de hei. Ik had nog nooit van mijn leven überhaupt een slang in Nederland gezien en dit was dus mijn eerste ontmoeting met een slang. Ja, in Almere is er behoorlijk wat te beleven. Wij hebben namelijk bij Staatsbosbeheer hebben wij verschillende stadsbossen waar wij activiteiten op organiseren. Zo kun je bijvoorbeeld op pad met de beverbus of beverexcursie.
maar ook bijvoorbeeld de kano op zoek naar de bever. We hebben ook een kabouterpad waar kinderen overheen kunnen lopen. En leuke oplossingen, noem het maar op. Ja, zeker weten. Ik heb het net eigenlijk al gezegd. We hebben bijvoorbeeld de bever. Die behoort tot een van de top 5 van Nederland. Maar je kunt ook bijvoorbeeld 's ochtends vroeg een ree tegenkomen. Dat is ook gewoon heel normaal. Nou, hartstikke geweldig. Nee, boswachter Amy is de ideale begeleider van stagiaires. Vooral als boswachter publiek leert ze je heel veel over het vak. Wat haar functies zijn, wat haar dagelijkse werkzaamheden zijn. Dus ja, ik ben hartstikke tevreden met haar als begeleider. Tot nu toe nog niet één keer iemand gehad die zoveel tijd en energie in een stagiaire steekt. Er zit wel een leeftijdsgrens aan vast. Het is namelijk niet toegestaan om als minderjarig al boswachter te worden. Maar Staatsbosbeheer biedt wel allemaal verschillende scholen en opleidingen aan. Zo kan je dus een BBL-traject volgen. Dit houdt in dat je dus 1 dag naar school gaat en 4 dagen werkt in een staatsbosbeheergebied. Daar krijg je ook betaald voor. En na die 2 jaar heb je dus een bos- en natuurbeheeropleiding op het Helicon afgerond. En kan je dus mee solliciteren naar een echte fulltime boswachterfunctie. Oké, dankjewel. Ja, dat vraag jij aan mij. Zit er een leeftijdsgrens? Nee, niet zo vraag ik überhaupt een leeftijdsgrens voor het boswachter zijn. Dat is wel een goede. Ja, nee, is goed. Oh, je gaat ook gewoon weg. Oké. Dat we praten over hoe was je afgelopen dag, of de dag ervoor, hoe was je dag? Opnieuw. Is er een leeftijdsgrens om boswachter te worden? En dan ga ik jou het eerst even vertellen. Moet ik die anders even beantwoorden straks? Oké, dan beantwoord ik die wel, ja? En hier zijn we dan alweer aan het einde gekomen van deze video. Hartstikke leuk dat jullie natuurlijk meekeken. Oké, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze video. Hartstikke bedankt dat jullie meekeken. Vergeet niet te abonneren. En voor meer video's kun je kijken in de playlist. Tot de volgende keer.